onze jonge Kraus en Faas Veenand. Maar ook Amber van de Heuvel hebben we er tussenin zien zitten. En wat denk je van Liam van de Ender? Dit zijn allemaal kanonnen van 5 jaar jongen en 6. De kanonnen van de toekomst, dames en heren. Maar momenteel leidt de dans hier Faas Veenand. Faas Veenand op zijn thuisbaan. Gevolgd door jonge Kraus op de tweede plaats. We gaan kijken wat er verder gebeurt tussen deze stoutmolletjes. De toekomst van morgen met 5-0-6 Liam van Ender. Duurtrappers daar op de derde plek. En de hekkensluiter in dit geweld van kanonnetjes is de Amber van de Heuvel automatisch. Met z'n vieren gaan ze zo richting finishlijn. Nog steeds aan de leiding Faas Veenand, Flying Devils. Die gaat deze A-finale wel op zijn naam schrijven. Er zit inmiddels een 3-fietslengtes voorsprong tussen jonge Kraus en Faas Veenand. Faas Veenand voor, jonge Kraus 2. Jonge Kraus gaat het nog niet makkelijk krijgen, want er komt misschien nog een aanval van Liam van Endert. Liam van Endert op de 3 en op de 4 is het Amber van de Heuvel. Voorraad